In order to get hydrogen, you use electric power to split water into H2 and O2. Een van de standaard manieren om waterstof te maken is door metalen platen, elektrodes, in een bak met water te hangen en daar elektriciteit op te zetten. Nou, het is een proefje wat mensen misschien zich nog herinneren van vroeger bij de scheikundeles. Dan werd het ook gedaan. Groene waterstof, daar spreek je van als je daarvoor duurzame elektriciteit gebruikt voor dat splittingsproces. The electrolyzer is central to this. And the bigger the plans for hydrogen, the more urgent the demand for much larger versions of that piece of equipment. Als we waterstof nu echt voor de energievoorziening willen gaan inzetten, ook als buffer, als er veel energie is dat je veel waterstof kan maken en dat op kunt slaan, omdat je een gas als waterstof nu eenmaal makkelijker opslaat dan elektriciteit zelf, waar je op kleine schaal wel batterijen voor kunt gebruiken, maar als je dat op heel grote schaal moet doen, dan wordt dat veel te duur. En dan praat je over enorme hoeveelheden waterstof die je moet gaan produceren, waar je ook heel grote apparaten voor nodig hebt. En daar komen een aantal uitdagingen bij. Ja, om die uitdagingen het hoofd te bieden, doen we hier onderzoek. Dit is een heel klein elektrolysecelletje, heel eenvoudig. En de onderzoekers zijn hier met name aan het kijken hoe je dat oppervlak zo kunt veranderen, kunt beïnvloeden, dat die belletjes op een bepaalde manier los gaan laten. Je wil belletjes produceren, maar je wil niet dat een belletje de andere belletjes weer in de weg zit. Dus je wil ze er weer snel vanaf krijgen van het oppervlak. Dus dat is een van de dingen die hier wordt bekeken. That may sound simple, but these are fundamentally complex questions. Upscaling is different from just piling up small units. Uiteindelijk wil je naar vele megawatts toe die je om gaat zetten. Dus als je dat maar alleen maar kastjes blijft stapelen, dan wordt dat en enorm groot en je haalt geen enkel schaalvoordeel. Want je bent alleen maar die kastjes aan het halen als een soort copy-paste. Dus we willen erover nadenken hoe zouden we dat efficiënter kunnen doen. Nou, we willen graag die waterstofbelletjes zo efficiënt mogelijk uit het systeem halen. Dus misschien moeten we weg van die vlakke platen en met dit soort structuren gaan werken. Golfvormige platen waarin kanaaltjes zitten die de waterstofbellen kunnen afvoeren. Het tweede is dat er straks heel veel materialen nodig zijn die redelijk zeldzaam zijn, duur zijn. Dus we moeten bedenken hoe we die zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten, zodat we dat gebruik daarvan minimaliseren. Bijvoorbeeld iridium is een voorbeeld daarvan. Wat we hier doen is een techniek die heet atoomlaagdepositie. In sommige type elektrolyzers zit iridium. Nou, met deze technologie kunnen we eigenlijk op al die vlakken meehelpen, omdat we materiaal heel nauwkeurig op de nanoschaal kunnen structureren. It's a method known from the semiconductor industry. But here it's being used to enable a drastic reduction in the use of rare metals. Dus ook voor die electrolyzers denk ik dat een slag van minimaal een factor 10 en misschien richting een factor 100 te maken is. One other key issue, how do the electrolyzers respond to the highly variable power input from offshore wind? Windenergie levert een sterk fluctuerend elektriciteitsaanbod, dus we moeten apparaten gaan bouwen die ook kunnen omgaan met zo'n sterk fluctuerende energievoorziening. Plus, they need to be weather and windproof. De installatie die op zee plaats moet natuurlijk heel robuust zijn. Op land ontwerpen we vaak fabrieken die maar één keer per jaar onderhoud nodig hebben. Nou, op zee zou je dat nog verder terug willen brengen. Zou je daar bijvoorbeeld maar één keer per 5 jaar naartoe willen gaan om onderhoud te plegen. Helping industry and society with the right insights in this area, that's where it's all about, says professor Ruud van Omme. Ik denk dat we daar in Nederland echt in voorop kunnen lopen, echt voor een doorbraak kunnen zorgen. En dan kan het ons op twee manieren helpen. A, het helpt onszelf in de energietransitie. En B, als wij voorop lopen, kunnen we die technologie ook exporteren. Zoals we hebben gedaan met de Deltawerken, zoals we doen met Agrotech. Als wij hier de eerste mee zijn, dan kunnen we dat ook naar andere landen toe brengen.